Bij We Creations in Heist op de Berg wordt er druk gewerkt aan het decor van de gigantische musical 1418, die binnenkort plaatsvindt in de Neckerhal te Mechelen. Het decor bestaat uit verschillende blokken die apart gestuurd worden. Een lasersysteem dat speciaal voor de voorstelling wordt gecreëerd, zorgt ervoor dat alles op de juiste plaats terechtkomt. We hebben vanmiddag een glimp gekregen op het decor, hoe spectaculair het gaat zijn. Dat is de combinatie van een rijdende tribune, 2000 mensen die over een afstand van 150 meter in het decor gaan rijden, die geconfronteerd gaan worden met bewegende decorelementen van 8 meter hoog, die ook nog eens gecombineerd wordt met ander rijdend materiaal, zoals er zijn vrachtwagens, paarden, fietsen, noem maar op. Gecombineerd nog eens met special effects, sneeuw, regen, ontploffingen, inslagen van kogels. En dat dan nog eens vertolkt door een cast van 130 mensen per voorstelling. Die optelsom zorgt ervoor dat dit absoluut en ook voor mij een uniek, origineel en niet te missen gebeuren is. Maar buiten het decor zijn er nog belangrijke facetten. Het zijn alle aspecten van het leven. Hè. Het is een voorstelling waar zeker ook veel plaats is voor ontroering, voor spanning, voor spektakel, maar ook voor lach. Hè. Ik heb in Daals gezeten in 2008 en toen dacht ik ook al van the sky is the limit. Studio 100 is zo zot als een achterdeur om Daals in een oud postkantoor in Berchem neer te poten met een verrijdbaar podium. En toen dacht ik, deze moet ik koesteren, want dat zal nooit meer gebeuren in zo'n productie mogen spelen. 5 jaar later komen ze hier af met de Neckerhal in Mechelen, 4000 vierkante meter speelvlak. Rijdende pontons die computergestuurd autonoom rijden en daar staan dan torens op van 8 meter hoog. Ja, dan denk ik van wauw. Ook voor de acteurs is het een eerste confrontatie met het decor, waarop ze binnenkort zullen acteren. We zullen als acteur minutieus moeten voorbereid zijn op welk plaatje dat we op welk moment gaan staan, want een ongeluk is snel gebeurd. En in deze krijg je tonnen staal over je heen, dus dat willen we niet. Of een vrachtwagen, of een paard, of nog een zandzak, of weet ik veel. Dus wat dat betreft ja, moeten we goed uit ons doppen kijken. Gaan we ook ons verhaal nog kunnen overbrengen, hè, als er zoveel bij komt. Maar Frank is een van de grootste vakmannen dat ik ken. Ik heb nu al een paar keer met Frank mogen werken en ik weet dat. Dus, en hij weet perfect al waar hij naartoe zal gaan. En ik vertrouw 100% op hem. Ja. De première gaat door op 21 april. Momenteel zijn er 80.000 tickets verkocht. En ja, dat mag gevierd worden.